Wij snijden de bargen uit. Dan maakt er nog wat koolvlees uit de wonken. En het feest zit er nog. En maar nou een slot te worden. Dus wij hebben een jongen zijn door de kleren en dat gaat heel goed. Ja. Maar goed, dat maakt het niet uit. Dat is de aardig iets van het vak. Ik bedoel, als je de plezier in had, dan maakt het noeren niks meer uit. Ik ben op mijn 15e bij Zij begonnen. Dus, en ik ben nu 60. Dus ben ik 44 jaar eigenlijk naar slachterij gegaan. Dus, en ja, dan ben ik 15e begonnen, maar daarvoor ben ik natuurlijk ook wel thuis. Moest je sutelen of moest je helpen met je hak draaien of misschien maar iets. Ja, zo rood je erin. Ja. Dus altijd maar kappen neer in het vlees. Ja, dat kan wel op wel. Ja. Dus doe maar snel de eigenaar. Ja, ik ben sinds 4 november waar ik zit in eigen slagerij van Schijt en Memdi hier nou. Nou slacht ze hem zelf nog echt achter de winkel. Dat gebeurt net zo op meer, hè? Dus hield het minder. Ja, van de productie is gewoon net meer gewoon. Dan is haar gieten en meer. Maar Joost stond met Mr. Wallen? Nou, ik ga wel eens zijn van Mayrik Audrey, waar het is vrij zwier werk. Dan denk je bij jezelf van nou, maar ik hier wel met trok in. Maar dan de Sivertrui, en die vond het echt prachtig. En die ging er bij met trok. Dus dan verlicht het dat voor mij. Dus automatisch ben ik er wel met trok in. En dan heb ik er geen probleem mee natuurlijk. Ja. Want je bent een hele sterke zoon. Absoluut. Ja. Je was er alles in. Had ik alles achter een oranje, dan is in goed 1800 al de eerste slachter in Ier begonnen. De eerste slachter schrijver. De slachterij in Ier is dan overstappen. Maar, en wij zijn in verder. Maar uiteindelijk is Sivert dan wel het 8e geslacht. En ja, wij vonden dat zelf wel heel bijzonder. Dat het zo lang trok je, dat, ja, dat is inderdaad, dat zie je net zo vol. Nee. Ja, die zitten ze hier nooit meer handen in vlees. Ja. Ja. Ja, dat krijg je dan. Hè. En het stijgt wel om. Dat blijkt wel. Had eigenlijk van jongs af aan altijd al de met de wanden geweest. Doet de 14 hier weer de slachter met zijn kameraad de kei. Ja, het is een nog meer als ik. Een vakidioot. Ik sloeg hier altijd om vanzelf, want ja, we zijn de nijste en we altijd wel mee helpen in de crisisdagen en drukte. Ja, je groeit er helemaal in op, hè. Horen denk ik, dus je hebt wel grote winkelketens al om. En ja, voor ons, we maken wel altijd hun werk in de perfectie om de mensen mogen weer naar je start te krijgen. En ja, wij maken wel een eerlijk product en een goed product verkeerpje, willen de mensen dat nog hebben. Dus je bent even aan het slopen? Nou, ik ben een kraanmachinist. Hè? En jouw Romy de Boerlo? Ja, ik ben voor het kruimelwerk. Ik kan ook op hem komen. Nou, graag. Dus even aan het slopen? Ja. Dat is uw werk, hè? Ja? Ja. Je bent een sloper. Kees, hè? Kees is ervoor, man. Ik kan niks te vertellen hier. Het voelt er nogal gevaarlijk uitzien dat jij is om skaaien. Ik heb een helm op, ja. En ik ga het waaien, dus goed in de zin. Ik ga van mijn hobby ga ik mijn werk maken. Echt weer? Ja, ik doe mijn hele leven net door. En ik heb al 41 jaar gewerkt. Dus, en altijd in dit werk? Ja,
En hoe lang ben je hem hier nou al branden? Ik ben nu 3 dagen. En hoe lang wordt het zo? Is dat er helemaal niks meer van oor is? Ik hoop van de week dat het klaar is. Mooie put? Ja, is mooi werk. Toch? Nee. Mooie klus. Ja. 1 april zitten we bij een nieuwe wenning. Nee, dat ben je net. Ja. Hoe 2 mannen? Ja. Maar hij is 15 meter hoog. 3500 kub. Een grote boerderij. Maar dat is binnen niet, hè? Ja, 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 maar jong. Ja? We kunnen nog net met boeten werden. Ja. We kunnen gewoon naar binnen. Zo'n mooie oudboerderij. Iedereen die praat er straks over dat die oudboerderij plat is. Ja, is dat zo? Ja, natuurlijk. Ja, maar zeg je dat? Ja. Ja, het is ook zonde, maar het is geen een einde.